Surveillanten Patrick en Jeroen rijden op een traject waar je 120 mag als ze voorbij worden gecheest. Gestart, BMW. Wat gaat hij doen, joh? Rechts inhalen. Is hij 120, hè? Als Jeroen dan de trajectmeting afsluit, komt daar een gemiddelde snelheid uit van... 170. Ja, net geen invordering. Ja. Dat was wel een asociale actie. Dus geef er gewoon stop voor. Ja, stop voor. Ik kan hier zo meteen zelf een plekje zoeken. Stop voor staat aan. Ja, hier staat erbij. Welkom. Heer, goeiedag. Ik zal me even voorstellen, lief van Verkeerspolitie Utrecht. We hebben net de snelheid gemeten op de A2. Ja. U mag daar 120 en we komen uit op 170. 170? Ja. Is het even gaan schuiven? Ja. Ja. Nou, wat zeg je hier op 170, hoor? Nou, dan mag u even de beelden terugkijken. Laten we nu zien. U krijgt daar wel een bekeuring voor en ik wil graag even uw rijbewijs zien. Ja, ik kom net van de zorg af. Ik heb mijn verkeerde jas niet meegenomen. Ik heb die bij me. U bent het de naamgestelde van het voertuig? Ik heb hier mijn naam op staan. Verzekering, zie je? Maar kon je op zoek wat aanstaan mij mee te nemen? Want je hebt toch altijd een langer traject nodig, hè? 16 seconden. Dat is het minimum wat we moeten meten, dat hebben we ook gedaan. En dan valt hij net voor jou aan de goede kant. Oké. Ik weet niet of hij dit al verteld heeft of niet. Wat? Dat je nog net je rijbewijs mag houden? Nee. Oh. 120, 170 zegt hij. 50 taart. Echt waar, joh? Ongeveer. Ja, dat gaat hij zo meteen uitrekenen. Ik denk dat hij het niet kan vertellen. Volgens mij gaat hij vierde officier van justitie. Ja, 44 overschrijding. Gaat vierde officier. Ja, gaat vierde officier van justitie. Dus nou ja. Het zal ongeveer een tientje de kilometer zijn. En daar is in ieder geval iemand het niet mee eens. Omdat het een geregistreerde overtreding is, dus dat hij via de officier van justitie gaat, is het zo dat u recht hebt op bijstand van een advocaat voorafgaand aan u voor. Ik ga zo dadelijk aan u vragen waarom u te hard heeft gereden. Daar hoeft u overigens geen antwoord op te geven. Voor die tijd mag u telefonisch met een advocaat overleggen. Moet u zelf betalen? Wilt u dat? Nee. Oké. Dan bent u niet verplicht te antwoorden, maar wilt u wat zeggen over de snelheid? Nou, ik zeg jullie voor me gaan en ik denk, ja, ik ga er even achteraan. Hmm. Ook de manier waarop u uitvoert is niet zo netjes, hè. Maar dat weet u zelf ook wel, toch? Dat u met volle snelheid daar zo naar rechts duikt. Als daar een auto in één keer denkt, ik moet ook de afrit hebben, die komt dan naar rechts, die kan nooit uw snelheid inschatten. Yes? Ja. Ik kan geen bedrag noemen, gaat via de officier van justitie. Ja. Dus... Als dit de eerste keer is, zult u een transactievoorstel krijgen. Vanaf het moment dat u die betaald heeft, dan blijft hij 2 jaar geregistreerd staan. Komt u in die 2 jaar weer met meer dan 30.000 of meer dan 40.000 op de snelweg, dan kan het zomaar zijn dat ze in de rijbewijs gaan trekken. Yes? Ik ga u een hand geven. Rij voorzichtig. De man behoudt nog net zijn rijbewijs en mag dus met een vette boete in het vooruitzicht zelf verder rijden.